Hallo iedereen, wij gaan het hebben vandaag over het omzetten van eenheden. Eerst gaan we eventjes een herhaling doen en daarna beginnen we met een nieuwe leerstof over kubieke meter. Oké, dit is herhaling voor jullie, dus jullie gaan zeker heel snel terug mee zijn. Wat moest je nu weer doen als je geen kommagetal had in jouw oefening? Je moest kijken naar het laatste getalletje, de 2 in dit geval, en kijken bij welke eenheid deze hoort. Dus de 2 gaan we plaatsen bij decimeter in onze tabel en de rest van de getaltjes gaan we direct invullen. We moeten naar millimeter gaan, dus we gaan de lege vakjes invullen met nullen, zoals jullie al weten. Ja. En dan komen we uit op de uitkomst van 25.200. Bij de volgende oefening is er geen ander getal, dus is 3 eigenlijk jouw laatste getal en gaan we 3 plaatsen bij meter. Nu, we moeten naar hectometer gaan. Hectometer staat hier. En ga je hier een komma plaatsen. Ja? De lege vakjes ga je invullen met een 0. En dan kom je uit op 0,03 hectometer. Wat moet je nu onthouden? Als er geen kommagetal staat in jouw oefening en je moet in jouw tabel naar rechts gaan, ga je nullen toevoegen. Moet je naar links gaan, ga je een komma plaatsen. Dus naar rechts ga je nullen toevoegen. Ga je naar links gaan, dus in dit geval ga je een komma moeten plaatsen. Hoe is dat dan nu weer als er wel een komma in jouw oefening zit? Wat ga je doen? Je gaat kijken niet naar het laatste getal, maar je gaat kijken naar de komma. De komma ga je plaatsen bij de eenheid. Dus de komma komt in dit geval samen bij decameter. En dan kan je de rest van jouw getal invullen in de tabel. We moeten nu naar decimeter gaan. Dus dat wil zeggen, je moet inbeelden dat je je komma kan oppakken en dat je deze gaat verplaatsen naar decimeter. Dus de komma pak je op en verplaats je naar decimeter. Dan kom je op het getal 56,6. Ja? Sommigen laten deze 0 nog staan, maar dat hoeft niet, want dat bestaat niet. Een getal 0,56,6. Dus je moet ook een beetje logisch nadenken. Als je een getal opschrijft, bestaat dat getal wel. Ja? Hier een 0 voor plaatsen, dat is geen getal dat je ergens ooit zal zien. Oké. Dan gaan we naar de volgende oefening. We gaan weer kijken naar de komma. En we gaan die plaatsen bij meter. En we gaan ons getaltje invullen. Zo. En nu gaan we weer onze komma oppakken. En gaan we die verplaatsen naar het gevraagde, in dit geval hectometer. Zo. En hier hebben we een leeg vakje. Lege vakjes moeten we altijd invullen met een 0. En dan kom ik op 0,1666. Dus, wat moet je hierbij onthouden? Je gaat een komma plaatsen bij de gevraagde eenheid. Ja. Dus, je gaat je komma oppakken en verplaatsen naar de gevraagde eenheid. En je moet altijd de lege vakjes invullen met nullen. Oké, nu staan jullie. Nu gaan jullie naar jullie Smart School gaan. Ja, je drukt eventjes deze video op pauze. Je gaat naar Smart School. Je gaat naar het mapje van PAW. Je gaat naar oefeningen. Ja, hier zie je oefeningen. En als je op oefeningen klikt, dan ga je oefening 1 maken, omzetten van eenheden. Ja. Je bent ingelogd met jouw Smart School account, dus wij kunnen ook controleren welke antwoorden jij geeft. Ja. En iedereen heeft een andere volgorde van oefeningen, dus zo zijn deze oefeningen enkel en alleen voor jou. Je maakt deze oefeningen. Dus druk nu op pauze en begin aan deze oefeningen. Daarna kom je terug naar deze video en dan ga je verder kijken naar de oefeningetjes die je moet maken. Oké, wij gaan starten. Hopelijk zijn de oefeningen gelukt. Wij gaan starten nu met het tweede deeltje van de herhaling, de oppervlaktematen. De oppervlaktematen hebben we al gezien in de klas, dus hier kunnen we eigenlijk ook wel snel overgaan. Oké, wat is hier al een groot verschil met de vorige oefeningen? Je ziet hier eigenlijk dat er telkens bij elke eenheid er nu niet 1 tabel staat, maar per eenheid eigenlijk 2 tabellen staat. Ja? Hoe komt dat? Ja, om het hier nu hebben over vierkante meter, vierkante decimeter, vierkante centimeter enzovoort. Ja. Hoe kan je dat vooral onthouden? Omdat je hier een tweetje ziet.
Ja? Sta je erin 2, dan weet je, ah, per eenheid moet ik 2 tabellen tekenen. Oké. Nu, voor de rest is eigenlijk ook alles hetzelfde. Ja, zoals de vorige oefeningen. Nu alleen ga je moeten werken in één dezelfde tabel als we moeten kijken naar de rest van de oefeningen. Oké, dus 22 vierkante meter. Wat gaan we doen? We kijken naar het laatste getalletje. De 2 hoort bij de meter. Dus dan gaan wij de 2 schrijven bij onze vierkante meter. En de andere 2 komt erbij. Ja. Nu, waarom schrijf je deze niet hier? Ja, de regel zegt, we gaan altijd in het laatste kadertje beginnen. Altijd. Ja. Dus heb je nu zoals hier 22. De 2 komt altijd in de laatste van je 2 kolommetjes. Oké, we moeten naar centimeter gaan. Zoals we geleerd hebben, dit is geen commagetal. Dus als we naar rechts gaan, moeten we aanvullen met nullen. En ook weer al, je gaat blijven aanvullen tot de laatste kolom. Ja? En dan kom je uit op, hier zie je de uitkomst, dan kom je uit op 220.000 vierkante centimeter. Oké. Dan gaan we naar de volgende oefening. Die is een commagetal. Dus de komma moeten we plaatsen bij de vierkante decimeter. Weer al komt deze in de laatste van de 2 kolommetjes. Dus de komma komt hier te staan. En dan vullen we de rest van de getalletjes in. Zo. We moeten naar hectometer gaan. We hebben geleerd bij een commagetal moet je de komma oppakken. En moet je die verplaatsen naar de gevraagde eenheid. Dus we pakken deze komma op en we plaatsen die bij de vierkante hectometer. En zoals jullie al geleerd hebben in de vorige slides, de lege vakjes moeten we allemaal invullen met nullen. Dus, wat is mijn uitkomst dan? Ik zie zo 0,000007539. Dus, onthoud, je moet altijd naar het laatste vakje gaan. Dus zowel hier ga je naar het laatste vakje bij het gevraagde, maar ook als ze in dit geval vragen voor de hectometer, ja, ga je ook naar het laatste vakje van de 2. Dus je gaat altijd naar het laatste vakje. Dus de komma ga je nooit hier plaatsen, ga je altijd in het laatste vakje plaatsen. Oké, nu zit het weer aan jullie voor de oefeningen. Je drukt weer deze video op pauze en je gaat naar het mapje van PAV. En je maakt nu oefening 2 van de oppervlaktematen. Ja? Als je deze oefeningen gemaakt hebt, vergeet zeker niet op verzenden te duwen. Dan kom je terug naar deze video en dan gaan we starten met de nieuwe leerstof. Oké. Dit stukje is nieuwe leerstof. Ja? 2BA heeft dit stukje al gezien, maar deze gaat zeker een opfrissing zijn en kun je zeker gebruiken. Oké. Nu, in het zwembad beeld u in, het is mooi weer en hopelijk kunnen we terug gaan zwemmen. En we zien dan in een zwembad, een zwembad waar je zo baantjes kan trekken. En er is iemand die zich afvraagt hoeveel water kan er nu eigenlijk. Dan heb je eigenlijk 2 opties om te zeggen. Ofwel zeg je dat er 8.750.000 liter water in zit. Ofwel zeg je dat er 8.750 kubieke meter in zit. Eventjes correctie, ik zei 8 miljard, ik bedoel dus 8.750.000. Ik was eventjes fout. Oké, dus er zijn 2 opties dat je kan zeggen eigenlijk hoeveel de inhoud is van het zwembad. Je hebt 2 opties dus. Of bijvoorbeeld een melkbus kan je zeggen, er zit 1 liter in. Of je kan zeggen, er zit 1 kubieke decimeter in. Of een aquarium, dat kan je zeggen, er zit 128 liter in. Of 128.000 kubieke centimeter in. Dus, kubieke meter of liter gebruiken we eigenlijk om een inhoud weer te geven. Bijvoorbeeld een emmer, een flesje water. Bij een emmer en bij een flesje water
praten we heel snel over liter. Ja? Maar je kan in dit geval even ook praten over kubieke meter. Nu, zo'n bak bijvoorbeeld waar houtblokken in kan, ja, dan kan je praten over hoeveel liter dat daarin kan. Ja? Of hoeveel kubieke meter dat daarin kan. Een vrachtwagen bijvoorbeeld, die laadbak dat je ziet, ja, dat kunnen we ook vullen. En kunnen we zeggen, er kan zoveel liter in of er kan zoveel kubieke meter in. Oké, nu gaan we het hebben over de omzetting van de inhoudsmaten. Wat je ziet hier, ja, de tabel, ik heb maar een stukje uit de tabel gehaald, want deze ga ik ook nog verder in kubieke meter en ook in kubieke kilometer en kubieke hectometer, maar anders zie je het niet op de PowerPoint. Oké, dus, wat je direct ziet, we praten hier over kubieke, en kubieke zie je hier een drietje staan. Bij dat drietje, ja, moet dat zeggen dat we nu drie kolommen hebben. Ja, daarnet praten we over vierkanten, zonder een tweetje en hadden we twee kolommen. Ja, dus nu staat er een drie, dus hebben we drie kolommen. En eigenlijk is eigenlijk alles hetzelfde als we daarvoor al geleerd hebben. Oké, we gaan eens kijken naar de voorbeeldoefening. Een 20 kubieke decameter. De 0 gaan we plaatsen bij de decameter, zoals we ook al geleerd hebben, altijd in de laatste kolom. Dus we gaan de 0 plaatsen bij de kubieke decameter, de 2 die komt ervoor, en we moeten nu naar meter gaan. Let op, we gaan aanvullen tot het laatste kolommetje. Ja, dus niet tot hier, altijd tot de laatste kolom. En dan hebben we onze uitkomst van 20.000 kubieke meter. De volgende oefening. Dit is een comma-getal. Ja, we hebben geleerd een comma gaan we plaatsen bij de eenheid, bij decimeter. Dus we gaan een comma plaatsen in de laatste kolom. En dan gaan we de rest van het getal overnemen in de tabel. Zo. En dan vragen ze hoeveel kubieke decameter het is. We gaan de comma opnemen. En we gaan die verplaatsen naar het gevraagde. Naar de decameter. Vergeet niet, weer al in de laatste kolom gaan we de comma plaatsen. En de lege vakjes, zoals we al geleerd hebben, vullen we aan met de nullen. Ziezo. Dus, weer al, vergeet niet altijd naar het laatste vakje te gaan. Ja? En nu is het aan jullie. Ja? De oefeningen mag je proberen terug te maken, terug naar het mapje van PAV gaan en dan klik je nu op de derde oefeningen omzetten van de inhoudsmaten.